Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van harte en geen financieel advies. We gaan in deze video kijken naar Bitcoin. De maand is afgesloten en dat is ook groen geweest. Kunnen we deze maand meer groen verwachten? Indicaties zijn er in de grafiek te vinden, maar niet voordat we eerst wellicht een paar dagen rood kijken. Dus daar gaan we naar kijken. En vergeet de video niet te like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk daarbij op het bel om een melding te krijgen wanneer de nieuwe video er is. En een vraag aan de kijkers, want ik weet dat. ...dat voor velen de maandagochtend een mooi koffiemoment is met de video erbij. Maar wanneer willen u eigenlijk het liefst deze video zien? Is maandagochtend het fijnst of is maandagmiddag ook prima? Of liever zelfs op dinsdagochtend of dinsdagmiddag? Laat het in ieder geval weten onder in de comments... ...en dan uh, zal ik kijken wat ik ermee kan doen. Het is vandaag overigens 1 augustus 2022... ...en pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. Goed, de grafieken. En we beginnen even met de S&P 500. Want... We zitten hier tegen een weerstand aan, dus wat dat betreft verwacht ik iets van rood in de komende dagen. De um, 100 moving average op de wekelijkse voor de SP500: dat is vaak een weerstand. Eerst wat ro uh, weerstand, rood voordat het door kan gaan. En even kijken, hier bracht hij er meteen doorheen, maar eerder ook hier um, weerstand. Voordat hij doorheen brak. En dat zouden we nu dus wederom weer kunnen zien. En als we kijken naar de SP 500 Futures, die dus al open is. Dit is SPX. Die gaat dus pas vanmiddag om half 4 open. En de SPX 500, de Futures, die is dus al open. En die laat hier eigenlijk al wat rood zien. Ook hier op de wekelijkse. Dus dat zou mee kunnen. Of dat zou kunnen gebeuren voor de SP 500 ook. Als we kijken naar de dagelijkse. Ook hier de 100 dagelijkse moving average weerstand. Op de 4. Zijn we net boven de 200 moving average gesloten? Maar vaak is dat ook een sterkere weerstand. We hebben net een hele mooie beweging gehad. En ook hier is de RSI overbod. Dus um, kunnen we misschien nog ietsjes doorgaan. Maar ik verwacht hier wel een verdere pullback in de komende dagen. En daar zal Bitcoin ongetwijfeld ook in meedoen. De dollar ziet er positiever uit wat dat betreft. Um, we hebben hier een opwaarts kanaal in het blauw. Die is naar beneden uitgebroken. Is hier ook bearish afgewezen, afgewezen twee maal. De 12-1 mee op de dagelijkse. Deze blauwe lijn die je ziet is ook de weerstand hier. En we zitten hier op de golden pocket support. Waar ook samenvloeiing is van vorige highs. Dus wat dat betreft nog een punt waarom ik denk dat Bitcoin iets zou kunnen terugtrekken. Omdat we hier dus een supportzone hebben op die 105,8. Dus zou die een beetje omhoog kunnen bewegen voordat we een verdere rollover naar beneden krijgen. En in ieder geval doorgaan naar de 50 moving average. Maar ik verwacht dat die zal breken en dat we dan door kunnen gaan richting de 103. Maar we zullen hier moeten kijken hoe, het, uh, hoe de koersen daar reageren. Dus dat voor de traditionele aandelen in ieder geval. Dan eh, dagelijks maak ik in de Premium Discord groep een update. En één à twee keer per week doe ik ook een eh, Premium Discord groep short video. Waarbij ik kort even eh, de grafieken doorneem. Al werd die van afgelopen zondag, gisteren overigens, dus eh, gauw al 18 minuten. Maar als we daar kijken naar de maandelijkse grafiek, dan zien we dus het volgende. En dat is dus potentieel een bullish harami. En dat is dus, hè, je ziet hier eigenlijk een mooie downtrend. Flinke rode candlesticks op de maandelijkse overigens. En die is nu dus afgesloten. En in het groen zie je hier dus eigenlijk ja, een kleine groene candlestick. Een mooie uh, stevige candle body. Dus geen wicks, hè, die lijntjes op de bovenkant. En als je niet weet wat het is, dan kun je de gratis kennismakingscursus doen. Dan leg ik uit hoe je die candlesticks uh, kunt lezen. En wat de verschillende onderdelen zijn. Maar het is een mooie groene candle body. En dat lijkt dus ook erg op deze bullish harami. Uh, stevige downtrend, kleine groene uh, bullish candlestick. En vervolgens krijgen je dus een... Tijdelijke omkeer in de trend. Vaak wil je dat die uh, groene stick in de Bullish Harami iets kleiner is. 25% van deze rode body. Deze is net iets groter. Dus ja, dit lijkt in ieder geval op een tijdelijke bodem. Hier op de 19.729. Ja, dat was hier ook een weerstand en support. En eerder was dat de 2017 top. Dus het is niet gek als we hier nog iets verder van een bounce krijgen. Wellicht door naar de Golden Pocket. 36.000, maar dat lijkt me erg hoog. Maar hier rond die halve uh, de 0,5 Fibonacci, de 32.900 zoals ik ook al eens eerder heb genoemd, wat ook hier een support was, dat zou een target kunnen zijn voor de maand augustus. En ook hier loopt de 21 mee. deze oranje lijn, die zal dan als weerstand gaan optreden in mijn ogen. En dus dat voor de maandelijkse in ieder geval en ziet er enigszins positief uit. En op de lage timeframes kunnen we kijken naar wat must-hold support is om dat scenario te zien gebeuren. Als we kijken naar de wekelijkse, dan zien we dus dat we uh, naar afwijzing, afwijzing en ook vorige week, nee, anderhalf week, twee weken geleden een afwijzing, zijn we nu uh, vorige week gesloten boven de 200 wekelijkse moving average. Dat is positief in mijn ogen. Het is wel een, uh, ja, een Doji type candlestick, een besluiteloosheid candlestick. Je ziet dat de wick aan de bovenkant en de wick aan de onderkant ongeveer even lang zijn. Um, dus dit kan. Wat dat betreft op de wekelijkse beide kanten opgaan. Ik verwacht wat dat betreft wel bullish voortzetting, gezien de dagelijkse Daar gaan we zo naar kijken. Maar maar um, we zijn boven de 200 wekelijkse gesloten, positief. En dat zou indicatief moeten zijn voor een verdere run richting de 25,4 hier in ieder geval. En potentieel ook hier de 21 hiermee, deze oranje lijn, de 28.000 tot 29.000 dollar. En deze loos hier dus 28 tot 29,3. Um, het breken van de low hier op 20.700 ongeveer. Uh, de vorige low van vorige week en de low van de candlestick daarvoor. Dus 20.700. Dat zou in mijn ogen wel meer bearish zijn. Kijk, als we er kort even onder komen op de lagere timeframes, oké. Okay. Maar je wil daar niet meer ondersluiten op de wekelijkse. Want dat is dan indicatief dat um, ja, deze stijging en de positieve uh, bullish stijging die we nog kunnen krijgen, dat die ten einde zal, zal zijn. En deze bear flag is uh, eigenlijk inmiddels ook ja, nou, nog niet helemaal geïnvalideerd, aangezien we nogmaals onder de 0,302 Fibonacci gesloten zijn. Hoe dan ook, het ziet er wel positiever uit uh, nu dan vorige week. Dan de dagelijks op de futures grafiek. We zien dat er een kleine gap is ontstaan, 23.990. En de 23.655 over het algemeen uh, vullen die zich binnen de eerste week van uh, het ontstaan ervan. Maar dat hoeft dus niet. En hier zien, zitten we dus in een mooi opwaartskanaal. Dus we zouden hier die verdere pool bij kunnen krijgen. Ook hier een uh, doji type candlestick. Wat ook een spinning top kan zijn. Die nu bevestigd is. Nu we een nieuwe low hebben gemaakt voor vandaag. En de eerdere keren dat we dat zagen kregen we toch een paar dagen rood. En ook dat zien we op de bitstamp grafieken. De non-futures grafieken. Zo dus ook. Maar als we zoiets krijgen en dan kunnen we dus doorgaan richting de vorige gap 27.000 tot 28.900. Hier zit nog een grotere gap. Bitcoin op de Bitstamp grafieken. Even kijken, dus hier ook eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus afgelopen weekend veel volatiliteit, maar we zagen hier een spinning top. Dus hier had ik ook een short opgenomen. Ben eigenlijk net uitgestopt. Twee uh, shorts waar ik uitgestopt ben, helaas van het weekend. Um, volgende gestart en die gaat nu wel goed. He, dus met uh, risicomanagement, wat je dus ook leert in de cursus, kun je dus wel je verliezen beperken, maar dan je winnaars groter laten zijn. En uiteindelijk eindig je daardoor vaak dus met winst, of eigenlijk in principe altijd. Dus hier in Doji spinning top. Uh, vervolgens, uh, wanneer is dit? Het is 30 juli, volgens mij zaterdag, een Shooting Star Candlestick, wat dus ook bearish is. En ook hier wederom een Shooting Star Candlestick. Dus dit geeft aan dat de Bears hier de overhand hebben op de dagelijkse en de koers omlaag proberen te drijven. En dat zagen we hier dus eigenlijk ook. En uh, kleine wik aan de bovenkant was dan uh, aanwijzing. Shooting Star Candlestick. Hanging Man candlestick, Shooting Star. Dus dat zijn allemaal bearish candlesticks die daarna ook meerdere dagen rood gaven. Ook hier zagen we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dus de vraag is: hoe diep zullen we hier zakken? En niemand die weet dat zeker natuurlijk. Maar de targets waar ik in ieder geval naar kijk. zijn die uh, support. de weerstand hier. Uh, weerstand, weerstand, support. Dus rond die uh, 22.747 op de dagelijkse. En potentieel kunnen we zelfs weer teruggaan naar de Golden Pocket. op de 22.200 ongeveer. Dus ik kijk in ieder geval hier zo. en hier zo. voor een higher low. Want nogmaals, is dit wel een dagelijkse uptrend. En gezond. Low, high. Higher low, higher high, higher high low. En dat zou dan een higher high kunnen geven. En daarbij zouden we dus zelfs door kunnen gaan richting die 28 tot 29,3. En persoonlijk zou ik ook zeggen, hoe mooi zou het zijn als iedereen hier weer bullish wordt. En mensen die hier nog een stop hebben staan, om die er even uit te knikken. En dan de bullish. Sorry, de bearish trend te hervatten. Want nogmaals, er zijn in mijn ogen een heleboel. Uh, aanwijzing om te zeggen dat dit nog steeds een bear, sorry, een, een, uh, een bear market rally is, oftewel een stijging binnen de neergaande trend. Maar het is een uh, mooie uh, uptrend op deze manier. En vorige week zei ik ook volgens mij in de laatste video: hè, hier zit must-hold support. Um, van de opwaartse lijn, dit was ook van deze swing low naar deze swing high, was hier een golden pocket. En daarna ontstond er dus ook een morning star reversal candlestick pattern. Dus een aantal bullish dingen uiteindelijk uh, die ervoor zorgden dat de koers toch weer omhoog veerden. En nu. Um, he, nogmaals, dit zijn de twee high lows waar ik naar nou op zoek ben. Welke een mooi moment kunnen leveren om in te stappen. He, dus als we daar naartoe gaan en we krijgen bevestiging dat we omhoog gaan. Instapmoment stoplos onder de lows. En de belangrijkste mass hold support in mijn ogen op dit moment is nu dan ook. Even kijken, de low van vorige week. 20.700 en ook deze lows hier. Dus deze regio hier. Dit is eigenlijk ook iets waar we niet meer onder willen komen. Komen we onder, dan ben ik dus weer op zoek naar shorts. Richting de 17.000 dollar en ook potentieel lager. Nogmaals, mijn uh, bear market target staan nog steeds op de 12.500. Na deze bear market rally verwacht ik ook dat we dan die kant op kunnen gaan. Hou nog steeds rekening met een double bottom op deze manier. Uh, maar dat zal zich nog moeten uitwijzen. De macro-economie is nog niet bullish in mijn ogen. Goed, wil je ook leren traden? Doe dan zeker de gratis kennismakingscursus. Je leert wat traden is, wat je ervan kunt verwachten. En als je meer wilt leren, kun je natuurlijk deel 1 doen. Je kunt dan je eigen analyses maken en in deel 2 leer je meer, gaan, meer over het short gaan, long gaan en een aantal tools om een betere trader te worden. Wil je meekijken in de Premium Discord groep, kan dat natuurlijk ook. Je vindt de links onder in de video. En rechtsbovenin vind je waarom ik fan ben van FTX. Meerdere orders tegelijkertijd plaatsen die traden makkelijk maken. De eerste 400 mensen krijgen 25 dollar gratis aan trading fees. En je krijgt 5%, op je, uh, 5 korting op je trading fees voor de rest van je leven. Dan Bitcoin op de lagere timeframes. Even kijken. Dus van het weekend veel zijwaartse actie. En um, even kijken. Er was op afgelopen zaterdag, um, hè, dat zei ik ook al, Bitcoin zet toch door boven die weerstand van de 24.000. Overigens is dat ook wel goed om dat even te benoemen. Dus we zitten hier tegen die weerstand van de 24.000 dollar aan. En daar. Zijn we op afgewezen, worden we opnieuw op afgewezen. En vaak bij een derde of een vierde poging kunnen we er wel doorheen breken. Dus um, afgelopen weekend was het wel mogelijk dat dat zou gaan gebeuren. Alleen is dit ook failure. En alles wat er het weekend gebeurt, zie ik vaak als een. Uh, ja, dat vertrouw ik niet. Dat zeg ik ook. Hè. Vertrouw, vertrouw dat sowieso niet. Maar ja, je weet het nooit. Dus, uh, dus als de koers. Uh, een hertest kreeg en daarvan afbewoog, bewoog... dan was dat gewoon een instapwaard. Maar die hertest en bevestiging hebben we niet gekregen. Zijn door naar beneden gezakt. En daarna waren er ook wat meer bearish ontwikkelingen. Er was een uh, distributie uh, gaande. Een wick-off distributie. Uh, waarbij dit de Utah is. Hè? Dus dit deelt dan ook op deze manier in de Discord groep. Uh, zodat iedereen er ook van kan leren. Dus dat was uh, een mooie... En er was ook potentieel dus een head and shoulders aan het vormen en dit is dan het hoofd, dus die is ook aan het uitbreken, uitbraak met uh, twee keer zo hoog uh, volume. En daarna een bearish head test. Dus ik zei vanochtend ook even kijken. Ja, dit is een mooi moment om hier short te gaan. Stoplos boven deze high hier. En dan kijken waar we naartoe gaan. De eerste, volgende target zal in mijn ogen de 1 uur zijn. De 200 Moving Average. Dus rond de 22.800. En daarna kijk je naar een technische target voor deze head and shoulders op de 22.330. 22 en dat komt dus overeen met die groene balk hier op de dagelijkse. Uh, hier zo rond die 22.200. En ook dus de Golden Pocket. Dus er zit wat samenvloeiing op die twee punten. Uh, voor in ieder geval technische target van deze head and shoulders. Voor een short. Om vervolgens daarna te kijken voor een volgende beweging omhoog. Ethereum, eigenlijk uh, ook dat bears actie. Er uh, was hier ook meer eerst een. Uh, hoe noem je dat? Een, een evenwichtpatroon. En ook hier um, ja, eigenlijk hele lelijke uh, weekendactie. Overigens zien we dat dus ook op Bitcoin. En dit is een candlestick die je eigenlijk alleen maar ziet uh, in crypto. He, dus deze lelijke candlestick hier. Iemand die heeft dat ooit een Darth Maul. Ik zal hem even uittikken: Darth Maul. En dat is een referentie naar Star Wars natuurlijk. Voor de Star Wars fans. Wie is een Star Wars fan? Laat het weten onder in de comments. Maar dat is een hele lelijke week. Alle stops hier erboven halen. En die stops Om voor ons daarna toch weer een kant op te gaan. Dus weekend. Ja, zijn niet altijd. Een weekend trade is niet altijd het beste. Vanwege dit soort actie. En ook hier trouwens. Hè, dus pump. Dump. En dit is ook weer een klassieke. Bart pattern. Goed. Terug naar. Uh, Ethereum. Um, hier zien we dus een evenwichtpatroon. Lelijke actie. Dus dat was uh, jammer wat dat betreft. En nu zien we dus ook hier een neerwaartse driehoek. En die wil hier binnenkort gaan uitbreken. Een hogere risicotrade was hier in met de stoploss boven de uh, tweede, uh, 1700 dollar. Of eventueel deze high hier. En dan... Uh, Doorgaan naar de technische target of de target waar ik naar kijk, de 1600 dollar. En dat kan alsnog als deze bearish uitbreekt. En dan zie je dus ook dat een eerste support zal ook hier die 100, sorry, de 200 moving average zijn op de ene grafiek. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Als je er wat aan hebt gehad, laat het dan zeker blijken door een uh, duimpje omhoog. Een comment mag natuurlijk ook altijd. En ik zou zeggen, happy trading en tot de volgende video.